2 juni waren Frits en Tini van Schijndel al 60 jaar getrouwd en dat werd gevierd. Ongeveer een half jaar geleden jullie Mario mij vroeg, Roel, wilde ik jullie met het vervaren de serenade brengen ter gelegenheid van 60 jaar huwelijk van de papa Smart. Ik zei uiteraard. Voelt hij ook wel een beetje als ons 60-jarig huwelijk, Frits. In 1955 lid geworden en in 1959, 60 jaar geleden, 28 april besloten, ik word voorzitter van deze vereniging. En dan te bedenken dat wij volgend jaar 125 jaar bestaan, betekent dat Frits een groot gedeelte van onze vereniging heeft bepaald. En natuurlijk Tini, want zonder een goede achterban thuis ken ik als voorzitter helemaal niks. Nee, dat is waar. Het is zelfs zo, Frits, dat er niet bij die ene titel is gebleven. En Frits, daar zijn wij jou heel erkentelijk voor. En daarom staan we hier ook met z'n allen om nou die serenade te brengen. En om jullie te feliciteren met jullie mijlpaal 60 jaar huwelijk. En dat komt uit de grond van mijn hart, want wij waarderen jullie als vereniging, waarderen we jullie erg. Schoon gesproken. Dankjewel. Ja, ja, ja. Dat ik het zelf wat druk hou, want ik weet dat hier ons vader het niet druk houdt, zeg maar. Een diamanten paar zoals dat hier zit, dat verdient een diamanten bruiloft zoals we hem vandaag vieren. Te midden van vrienden en familie. En toen we dat gingen organiseren, toen ging het er vooral over van die familie en die vrienden, maar die fanfare, die hoort er ook bij. En in 1959 is ons pap met die fanfare getrouwd. En een paar maanden later met zijn moeder en die moest mee met die fanfare. Ja. Ik denk, nee, ik weet zeker dat ik hier achter de twee trouwste supporters van fanfare Sint Cecilia sta. Pak er dadelijk lekker een borrel op, maak nog een lekkere mars en hoop dat we een gezellige middag hebben. Dank jullie wel. Dankjewel.